Fijn dat je luistert naar deze korte versie van Door de Bijbel. In 240 afleveringen neemt Joost Bastiaans je mee op reis langs alle verhalen uit het Nieuwe Testament. Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 tot en met vers 17: Al wat van ons is in Christus. In Romeinen 7 voelen we de frustratie van het falen in het christelijke leven. Nu gaan we het hebben over de overwinning. Romeinen 8 is het summum van Romeinen. Het wordt ook vaak het beste hoofdstuk van de Bijbel genoemd. Geen enkel ander hoofdstuk beschrijft zo diep en volledig de hoop en de genade die we ontvangen in Gods liefde en hoe we de volledige drie-eenheid van God voor ons werkt. Al deze waarheden zijn met elkaar verbonden en geven ons een groot gevoel van veiligheid. Ze geven ons de kans op een leven, zoals God voor ons bedoeld heeft. Romeinen 8 belooft macht voor een uitgeputte, gefrustreerde, verslagen christen. Hoe? Gods Geest doet het in ons. Een leven dat God behaagt, moet in zijn kracht geleefd worden. Het is de taak van de Heilige Geest om ons te verlossen van frustratie en mislukking. Eens beheerste de zonde ons en sneed het. Zelfs als christen onze relatie met God af. Alleen een hogere autoriteit en macht kan ons weer in die relatie met God brengen. Alleen de Heilige Geest, die ons nieuw leven is, kan ons verbinden met de levende Christus. Hij bevrijdt ons van de aantrekkingskracht van de zonde en van de macht van de dood. Deze duurzame relatie met God komt doordat zijn Geest in ons leeft hij biedt ons een leven vol voldoening en door hem zijn we in staat om de gaven die wij van God ontvangen volledig te benutten. Veel mensen denken dat ze vandaag ten volle leven, maar het is eigenlijk een slap aftreksel van het leven dat God wil geven. Stop met het in jezelf te geloven en geloof in plaats daarvan dat de geest van God je door je nieuwe natuur in staat kan stellen om voor God te leven. Ben je bereid om de controle over te dragen aan de Heilige Geest en niet langer in je eigen zwakke, zondige natuur te vertrouwen? Zeg hem: Ik kan het niet, Heer, maar u kunt het door mij heen doen. De Heilige Geest zal je helpen om met je worsteling om te gaan wanneer je het aan Hem beleidt. Alleen Christus kan de last wegnemen. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat. Onder het gewicht van je problemen zei Jezus: Ik zal je rust geven. Als je een nieuwe relatie met God hebt, leidt Hij je in rust en kan je je strijd en onzekerheid achter je laten. Je twijfelt er niet meer aan of je echt gered bent. In plaats daarvan heb je Gods vreugde diep in je hart en zal Zijn geest in jou zeggen: Abba, Vader. Abba is een onvertaald Aramees woord. De dichtstbijzijnde betekenis is papa, als een hartenkreet voor wanneer je in de problemen zit. Stel je een jong kind voor, met wijd open armen, smekend om getroost te worden. De geest bevestigt in jouw geest dat je zo naar God mag gaan. Deze diepe relatie is van vader tot kind, erfgenaam, zelfs mede-erfgenaam met Christus. We zijn volledig onderdeel van die hemelse familie. Wat er vandaag moeilijk voor je is, je mag erop vertrouwen dat God het weet en dat Christus je als erfgenaam ervan wil verlossen. Dit alles ligt voor je klaar in Christus, wanneer je de Heilige Geest de controle geeft. Bedankt voor het luisteren naar deze korte versie van Door de Bijbel. Als je je abonneert op deze podcast, kun je alle afleveringen gratis beluisteren, waar en wanneer je wilt. En wil je nog meer horen? De uitgebreidere afleveringen van Door de Bijbel zijn ook gratis te beluisteren. Ga naar www.nl.